Welkom bij Zuid-Holland heeft gekozen. Een gezamenlijke uitzending van TV West, TV Rijnmond en de samenwerkende lokale omroepen vanuit het provinciehuis van Zuid-Holland. Ja, gisteren heeft de kiezer gesproken, het oordeel is geveld, maar hoe nu verder? Ja, daar gaan we zo meteen over praten met onze politiek duider Ron Vreessen, maar ook aanwezig na vermoedelijk een heel kort nachtje de meeste lijsttrekkers. Welkom allemaal. Een aardverschuiving, zowel landelijk als ook in deze provincie. Want ook in deze verstedelijkte Zuid-Holland is de boer-burgerbeweging BBB de grote winnaar. En die winst zag er vannacht zo uit. Kan de boer-burgerbeweging worden zij de grootste in de Eerste Kamer? Zo lijkt het nu binnen... En zo ziet vreugde er dus uit. Olé, olé, olé bij de boer-burgerbeweging. Zij zijn de opvolger van Forum voor Democratie. 4 jaar geleden de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. Grote vreugde dus, maar waar gewonnen wordt, wordt ook verloren. Dus er zijn ook wel wat beteuterde gezichten. Ja, en in tegenstelling tot de Tweede Kamerverkiezingen duurt het bij de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen altijd iets langer. Maar er zijn al wel contouren zichtbaar. Behalve de winst, zo lijkt het voor BBB, ziet het er voor de rest in Zuid-Holland zo uit. Ja, ik zei het al, Forum voor Democratie, vorig jaar, voor 4 jaar geleden de grote winnaar, 11 zetels, maar is gezakt naar 2. VVD raakt ook 2 zetels kwijt, 8 zetels blijven daarover. GroenLinks krijgt er eentje bij, naar 6. D66 en PvdA behouden de hoeveelheid zetels die ze ook 4 jaar geleden binnenhaalden. Dan het CDA. Had tot nu toe 4 zetels, levert er eentje in volgens de voorlopige uitslagen. PVV blijft op 4 steken, ChristenUnie levert er eentje in. 50PLUS, ja, die pakt die zetels weer terug, want dat is nieuw. Goud heeft hij verloren en 50PLUS heeft hij weer terug. En de Partij voor de Dieren, die wint 1 zeteltje in de Staten. Afsplitsingen waren aan de orde van de dag de afgelopen 4 Absoluut, jaar. Ja. De Socialistische Partij, die blijft het gelijk op 2. De SGP, nu dus een zelfstandige fractie. Vorig jaar, of vorige verkiezingen, waren ze natuurlijk samen met de ChristenUnie. Die hebben er 2. Denk, die verdwijnt uit de Staten. Net als Goud, dus die raakt de zetels waarschijnlijk kwijt aan 50PLUS. En Ja 21 is een nieuwkomer met 3 zetels. Dan de Algemene Waterpartij. Die blijft op 0 zetels steken in Zuid-Holland. Volt 1 zetel. BVNL 0 zetels. BBB 8 zetels. Ook in Zuid-Holland. En Jezus Leeft blijft op 0 zetels steken. Ja, het was een latertje vannacht. Hier op het provinciehuis. Je ruikt nog een beetje de champagne en een beetje de versuilde koffie en de biertjes misschien wel. Tijdens deze bloedstollende nacht was ook onze verslaggever Maarten Brakema. Geweldig wat er nu gebeurt in dit land. We hebben een prima avond. Dat gaan we echt vieren. We gaan een feestje vieren. Ja, en fantastisch. We zijn echt euforisch. Beetje katterig gevoel vanavond. Nou ja, bedoel, dit is niet waar je op gehoopt hebt. Ja! Wat ze kunnen verwachten? Nou, in ieder geval dat Zuid-Holland, de Provinciale Staten, gaat luisteren naar de burger. De burger die wil graag gehoord worden. Dat geluisterd wordt en dat is wat wij als eerste gaan doen. Ik heb het gevoel dat Caroline gewoon een enorm mooie campagne heeft gevoerd en ook echt uitstraalt. Wij zijn er voor iedereen. Ik weet dat de PvdA er ook is voor iedereen. We hebben geprobeerd dat ook uit te leggen. En ik het is hoop... nog niet zo goed gelukt dan? Nou, we gaan morgen zien wat het gelukt is. Maar inderdaad, zij hebben het heel goed gedaan en ik wil ze heel erg feliciteren. Ja, dan zeg ik wel, dit is niet waar je campagne voor voert, zeg ik dan maar. Dus we hebben met heel veel energie en enthousiasme met al die afdelingen samen keihard gewerkt. Ja, en dan is dit uiteraard niet waar je op hoopt. Nou, Volt is een hele progressieve partij. En we staan voor burgers aan de macht. Dus... we willen echt de komende jaren in gaan zetten op bijvoorbeeld burgerberaden. Maar ook het klimaat is voor ons heel erg belangrijk. We zijn de Partij voor de Duurzaamheid. Ja, en u groeit ook duurzaam. En we groeien ook duurzaam, dus dat is altijd goed. En met elke zetel zijn we blij. Dus wat dat betreft gaan we er gewoon weer voor de komende 4 jaar. Dit had u nooit gedacht? Nee, echt. Ik ben een dolblij mens. En we hebben kippenvel gekregen met de uitslagen die nu zijn gekomen. Ja. Maar u bent echt heel blij hè, vandaag. Ja, we zijn echt heel blij. Klopt.
Ja, blije gezichten en ook teleurgestelde gezichten natuurlijk. Laten we allereerst eens even naar de grote winnaar van gisteravond gaan. Dat is Hans Veentjer van de BBB. Meneer Veentjer, is die uitslag al geland? Hoe hangt de vlag erbij? Blauw boven of blauw beneden? Wat je al ziet op de socials, dat er toch een aantal boeren de vlag aan het omdraaien zijn. Dus, hun stem is gehoord. Dus ja, ze kunnen weer ademhalen voor hun gevoel. En de vlag mag weer terug op de oorspronkelijke zijde, zou ik maar zeggen. En is dat geland, de enorme verkiezingsoverwinning? Nou, ik kan zeggen ja, maar nee. Ik zit nog steeds in een palen roes. Vol ongeloof. Vannacht met 5 zetels naar bed gaat voor je gevoel. En je wordt wakker met nu op dit moment 8 zetels. Ja, dat zal anders zijn bij uw buurvrouw, de VVD. In de peilingen ging het iedere keer tussen de... In Zuid-Holland althans, tussen de VVD en de PVV. Uiteindelijk niet de grootste. Hoe groot is chagrijn? Nou, het is natuurlijk altijd jammer als je verliest. Laten we dat vooropstellen. En het is dus zeker de felicitaties waard aan BBB, die hier natuurlijk heel goed binnenkomen. We waren vorige keer ook niet de grootste. Dus als wij de tweede positie vast kunnen houden, ja, dan is dat natuurlijk op zich, zijn we daar ook blij mee. Maar we hadden natuurlijk liever een beter resultaat gehad. Dat is ook zeker. Ja. Gaan we even naar PvdA en GroenLinks. Want die hebben natuurlijk landelijk in ieder geval gezamenlijk campagne gevoerd. In deze provincie in ieder geval wel 2 lijsten. Maar jullie gaan wel samenwerken. Dan denk ik wel, van als jullie nou gewoon 1 lijst hadden gevoerd en 1 fractie gevormd hadden, waren jullie nu de grootste, hadden jullie het voortouw kunnen nemen. Dus ja, balen of valt het mee? Sinan of Skaya? Nou, we zijn enorm blij in ieder geval met de winst die we als GroenLinks hebben geboekt. En wat er nog niet is, dat kan nog komen. Hè? En daar zijn we ook voor aan het werk. Dus, en de tijd die is er. De kieswet geeft ons ook de ruimte om daaraan te werken. Dus wie weet, zeg ik. Dus zou dat deze periode dan al kunnen? Toch 1 fractie? Nou, dat is helemaal geen gekke gedachte. Absoluut. Nee. En we hebben er ook aan gewerkt en we blijven dat ook verkennen. Hè? Die verkenning hebben we ook gedaan. Wat we merken is wel dat het wat tijd kost. Dat is gewoon ook praktisch. We zijn 2 verschillende organisaties. En dat samenvoegen. We hebben nu nieuwe kandidaten. We hebben al een eigen lijst. En die samenvoegen, dat kost gewoon tijd. Ja. Het gaat in ieder geval goed met de samenwerking. Want Anne de Koning van de PvdA die knikt instemmend. Ga ik toch ook even naar de verliezers toe. Ja, dan kom ik toch bij de grootste verliezer. Dat is Ewald Kegel van Forum. 4 jaar geleden kende u het gevoel wat BBB nu heeft, denk ik. De roes waarin zij leven. Hoe is uw gevoel nu? Nou ja, effectief opereerden we natuurlijk de laatste 2,5 jaar al met 3 zetels. Ja, de partij was helemaal uit elkaar gevallen. Hè, nou, de helemaal, maar er waren inderdaad 2 afsplitsingen. Van 11 waren er. Maar ik denk met name dat een collega van jaar 21 het zwaarder zal voelen. Want zij gaan van 7, dacht ik, naar 3 zetels. Ja, toch dat... even een ander slachtoffer zoeken in dit geval. Nou, het is gewoon een feit, denk ik. Meindert Stolk van CDA. Volgens mij moet bij uw partij en bij uzelf denk ik toch wel een hele nare dag zijn. Ja, wat ik gisteravond ook aangaf. Natuurlijk ben je teleurgesteld op het moment dat je die cijfers dan in het beeld ziet verschijnen. Na een hele harde en enthousiaste campagne hoop je natuurlijk toch die peilingen te kunnen verslaan zoals je dan hoopt. Dan denk ik, ja, dan is het gewoon teleurstellend dat je toch een zetel kwijtraakt. Ja. Valt het dan misschien nog mee? Nou ja, als je kijkt naar wat de peilingen dreigden te voorspellen, om het zo maar even te noemen, een halvering, dan hebben we dat gelukkig niet voorbij zien komen. En dan valt het inderdaad, dan is het inderdaad nog relatief als je van 4 naar 3 zakt en 1 zetel het verlies kunt beperken. Ja, valt mee. De verkiezingen in Zuid-Holland en ook de uitslagen worden geduid door politiek verslaggever Ron Vreesen. Ron, als ik naar de prognoses keek de afgelopen week, dan zag ik de BBB ergens een beetje in het midden bungelen. VVD groot, stuivertje wisselen misschien met PVV. Dit lijkt onverwacht. Ja, ook toch niet helemaal, moet ik je eerlijk zeggen. Kijk, als je de trend zag de afgelopen weken, dan zag je dat er grote winst van BBB werd voorspeld. Maar in andere provincies? En dat die winst in bijvoorbeeld agrarische provincies als Overijssel en Gelderland gigantisch is.
ja, dat verrast ons allemaal natuurlijk. Want dit soort aantallen die hebben we eigenlijk bijna nog nooit gezien. En dat het in Zuid-Holland iets minder is dan in die andere provincies heeft te maken met het feit, je zei het al eerder, jullie zeiden het al eerder, dat het een verstedelijkt gebied is. Ja. Maar van 0 naar 8 ja, is natuurlijk nog steeds wel een gigantische binnenkomer. Als je naar het totaal kijkt, jullie hadden het over een aardverschuiving, daar valt ook wel wat op af te dingen, want er is niet een grote links-rechts verschuiving in Zuid-Holland geweest. We hadden, vorige keer hadden we Forum met 11 zetels. Nu hebben we BBB met 8 en JA21 met 3. En ik heb geleerd op school dat dat ook samen 11 is. Dus in die zin is er in de politieke verhoudingen een hoop opgeschud. Maar ook heel ingrijpend veranderd zijn ze ook weer niet. Alleen je hebt nieuwe partijen, ja, met hele nieuwe wensen en eisen. En dus wordt het wel weer, als je het zo ziet staan allemaal, al die mensen, wordt het wel razend ingewikkeld, ja, nou ja, gaan om, we om daar wat van te gaan maken. Daar gaan we het dan ook deze uitzending over hebben. Even deze uitslag, hè? Want BBB, oké, daar hebben we het nu over gehad. Wat zegt verder deze uitslag? Nou ja, de landelijke impact daarvan is natuurlijk gigantisch. Dit is een mokerslag voor het kabinet. Die raken hun meerderheid, die ze al niet hadden in de Eerste Kamer, die is nog verder weg voor Rutte. Dus hij had het altijd over geitenpaadjes. Nu heeft hij een klimwand nodig, volgens mij, om ergens te komen. En of Rutte daar echt heel erg lenig voor is, hij is best lenig, maar of hij een klimwand kan bedwingen, dat weet ik niet. En ja, een van de grote vraagstukken ook in de coalitieonderhandelingen hier wordt natuurlijk het stikstofverhaal, maar ook in de Eerste en Tweede Kamer. D66 wil absoluut door met dat stikstofbeleid. Maar in de Eerste Kamer is die meerderheid daarvoor nu nog verder te zoeken. Tenzij je met links gaat. Maar of je dat moet doen bij deze uitslag is de vraag. Want het land gaat naar rechts en dan ga jij in Den Haag, ja, naar links. Nou, ik weet niet. Ik weet niet of het vertrouwen daarmee gediend is. Nou, dus dat wordt dus nog ingewikkelder. En dat wordt ook in de provincie een ingewikkeld verhaal. Maar ik denk dat er ook wel kansen liggen op dat terrein. Maar daar kunnen we misschien later nog over hebben. Nou, over dat vertrouwen gesproken, Ron. Hè, want er wordt heel veel gezegd. Deze uitslag is ook ingegeven door heel veel onvrede. Ja, ja, dat is ook zo. Dat blijkt ook uit de onderzoeken die gedaan zijn. Dat heel veel mensen deze provinciale statenverkiezingen toch gebruikt hebben. Ook als een soort midterm review voor het kabinet. Dat is wel vaker bij provinciale staatsverkiezingen. Ja, gewoon even laten weten dat je het er niet mee eens bent. En dat is massaal gebeurd. En dat heeft heel erg te maken ook weer met de stemming in het land rond de boeren. Klimaatmaatregelen waar mensen onzeker van worden. En een kabinet wat daar voortvarend mee aan de slag wil. Maar vergeet dat daar toch ook draagvlak voor nodig is in het land. Maar die onvrede was er 4 jaar geleden ook al. Want toen werd Forum natuurlijk uit het niets de overwinning. Toen was zelfs nog groter. Nee, maar het probleem is dat er 4 jaar geleden, er zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen, die verkiezingsuitslag niet vertaald kon worden in collegesamenstellingen. Omdat op de avond dat Forum won, Baudet al begon met de aftakeling van zijn partij. Met de elf van die nerven. En dan krijg je dus al heel snel het idee dat de partij uiteindelijk niet met die partij wilde samenwerken. Ik denk dat dat nu anders is met BBB. Want ik heb het idee, ik heb Caroline van der Plas en ook gisteravond de lijsttrekker hier in Zuid-Holland even gesproken. Volgens mij is dat een partij waar je zaken mee zou moeten kunnen doen. En die ook heel erg graag zaken willen doen. Ja, laten we dan eens eventjes gaan kijken wat er mogelijk is. Voor alle duidelijkheid voor de kijkers. Het college nu bestaat uit VVD, uit CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP. Zoals gezegd, 4 jaar geleden vormden die nog 1 lijst. Nu zijn beide partijen doen met een eigen lijst mee, maar kunnen natuurlijk eventueel natuurlijk wel aanschuiven. Maar Ron, welke coalities zijn er mogelijk? Nou, daar zijn getalsmatig heel veel coalities mogelijk. Alleen het punt is, in Zuid-Holland is, net als elders in het land, het landschap verder versplinterd. Hè. 4 jaar geleden hadden we 13 partijen die erin kwamen. Er zijn er inmiddels ook daarna weer een paar bijgekomen. En nu zijn het er 15 waar je mee begint. Dus ja, we moeten maar afwachten hoe dat dan gaandeweg de rit gaat. Dus dat zijn er meer. De verschillen onderling getalsmatig kleiner geworden. Dus je hebt al heel snel meer partijen nodig om een coalitie te vormen. Dus dat gaat het ingewikkeld maken.
nog even los van de politieke vragen die er nog liggen. Bijvoorbeeld, gaan ze de PVV uitsluiten? Kan D66, die campagne heeft gevoerd tegen BBB... namelijk, dat vonden ze een partij die neerkwam op stilstand... gaat D66 met BBB in één coalitie willen of absoluut niet? GroenLinks en Partij van de Arbeid houden elkaar vast... maar vinden die andere partijen het goed om met zo'n grote linkse wolk te gaan regeren? Kortom, het is best... Er zitten een hoop onzekere factoren nog in. Maar nou, als je het dan echt vraagt... dan ja, zijn je er vraagt een, het echt. Je vraagt het echt. Nou, dan zijn er een paar mogelijkheden die zouden kunnen. Als je een uitslag wil, de verkiezingsuitslag wil vertalen naar een collegevorming... dan zou je kunnen denken aan een centrumrechts college... waar dus de VVD, de BBB, het CDA, de twee christelijke partijen... En dan heb je er nog één nodig. En dat zou dan bijvoorbeeld 50 plus kunnen zijn. Ja, ik noem maar wat. Weet je? Ja, ja. Dus dat zou kunnen. Dan heb je in ieder geval een paar... Nou ja, 21, hun winst valt wel iets op af te dingen. Maar ze gaan toch van 0 naar 3 als partij. BBB, dan heb je de twee winnaars erin. En je hebt wat zittende partijen erin. Dat zou kunnen. Centrumrechts is dat. Centrumrechts zou andere kunnen. Andere mogelijkheid? Andere mogelijkheid is, en dat gaat ze zeker denk ik boven de markt laten hangen, de onderhandelaars. Dat je ook de huidige coalitie kan voortzetten met D66 die aanschuift. Dan hou je dus BBB en Ja 21 en alle anderen die hou je erbuiten. Of dat het oogpunt van het terugwinnen van vertrouwen verstandig is, vraag ik me af. Maar het is getalsmatig. Want dan doe je geen recht aan de uitslag. Nou, het lijkt mij niet, maar het telt wel op tot een meerderheid. Dus dan heb je VVD, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid... de twee christelijke partijen die eigenlijk samen één zijn in het college. Die leveren tot nu toe ook één gedeputeerde samen. Dus die kun je ook als één partij misschien zien. Ik denk dat ze het zelf niet vinden, maar dat kan wel. Nee, ze zijn nu met Maar heb je dus daar D66 bij... Dan kan je ook een meerderheid vormen. Of het wordt een soort bonte links-rechts verzameling. Waarbij dus een aantal politieke vragen liggen. Gaat D66 trekken om met BBB in één coalitie? Ze staan er toevallig, toch? Vragen aan Laura Nijenhuis van D66. Wel of niet met uw collega van BBB? Ja, ik denk dat we dat aan tafel met elkaar moeten gaan bespreken. Hij staat vlak naast u. Nou ja, wij zijn er wel heel duidelijk in geweest in de campagne... dat voor ons de klimaatdoelstellingen en de stikstofdoelstellingen... echt het centrale punt zijn voor ons in de onderhandelingen. Daar willen wij ook niet op afdingen. Dus dat gaat denk ik wel een uitdaging worden als we om tafel gaan... om daar samen uit te komen. Nou, meneer Veentje van BBB, sluit u partijen uit? Wij sluiten bij voorbaat niemand uit... Nog even terug op Laura. Van D66? Van D66, natuurlijk. Ze noemen elkaar al bij de voornaam. Ja, dat is al goed. Ja. We trekken veel met elkaar op. Ja. Maar zeker met de komende onderhandelingen willen we echt met D66 om de tafel... om ze echt te overtuigen dat ze het al een lange tijd verkeerd hebben. Ja, hoe dan? Kort. Gewoon even uitleggen hoe het werkt met de stikstof. Ja, ja. Hoe het werkt met stikstof. Ja. Wat volgens jullie een papieren werkelijkheid is. Onze papieren werkelijkheid? Nee, de stikstofregels, toch? Ja. Ja, dat is volgens jullie een papieren werkelijkheid. Jullie willen liever dat dat toch meten is weten. Hoe staat D66 daarin? Ja, voor ons is het heel duidelijk. Ik hoor mezelf trouwens niet. Is dat de bedoeling? Nee, wij horen u wel heel duidelijk. Nou, voor ons is het heel duidelijk dat onze natuur snel achteruit gaat. En het enige wat we kunnen doen is stikstof reduceren om onze natuur te beschermen en om de woningbouw van het slot te halen. Dus niks papieren werkelijkheid. Dat is gewoon keiharde data die dat ondersteunen. En het is gewoon ook regelgeving vanuit landelijk waar we hier in de provincie invulling aan zullen moeten geven. Maar bent u als BBB bereid om water bij de wijn te doen in het stikstofdebat? Ik denk dat, en ook voor D66, allereerst even bij BBB. Nou, ik drink het liefst mijn wijn zonder water. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar dat willen alle partijen? Ja, dat denk ik ook, ja. Maar deze vraag komt ook voor later. Daar wil ik ook niet vandaag helemaal over beslissen. Dan gaan we ook juist in de onderhandelingen gaan we kijken van... wie heeft de kan met water bij zich? Ja. En kan het bij zichzelf ook inschenken? Maar ik hoor geen harde nee nu. Nee, maar je moet altijd eerst kijken van welke compromis wil de ander sluiten. En als wij de D66 echt kunnen overtuigen dat ze het bij het verkeerde eind hebben... Ja, dan hebben we toch een win-win situatie. Ja. Ja. Maar ik denk dat deze verkiezingsuitslag, met name de discussie over stikstof... ook in Den Haag een hele andere dynamiek kan gaan geven. Want
Kijk, het kabinet moet zich nu gaan beraden op wat betekent deze uitslag voor ons voortbestaan, voor de kansen dat we nog kunnen regeren. En stikstof is daarbij natuurlijk een belangrijk element. En ik kan me niet voorstellen dat er in de coalitie, daar gaat spanning ontstaan, met name op dit dossier. Want Kaag zal zeggen, ja, we hebben daar afspraken en die moeten gewoon nagekomen worden. VVD en CDA zullen zeggen, ja, maar wacht even, we hebben een uitslag en we hebben de provincies nodig. En als we doorgaan, dan gaan we op ramkoers met provincies als bijvoorbeeld Overijssel. Die gaan echt niet met deze uitslag dat kabinetsbeleid uitvoeren. Tenzij dat het dan bij wijze van spreken het leger erop afstuurt. Dat lijkt me ook niet echt verstandig. Dus zowel in Den Haag als in de provincies zal men zich moeten afvragen wat deze uitslag betekent voor het stikstofbeleid. En het zou mij niks verbazen als je dus in de provincies noodgedwongen door deze uitslag, omdat het ook anders vastloopt, ook weer gaat. Een mogelijkheid is dat je gaat zoeken naar nieuwe vormen om dat stikstofprobleem aan te pakken met BBB. Want aan meneer van de BBB moet je volgens mij ook vragen, vindt u het aanvaardbaar dat er geen woningen gebouwd worden? Ik denk het niet. We worden gesouffleerd door Ron. Ja, sorry. Om woningen te bouwen. Ja, als je mij er voor... Ja, nee, ja. Dat was het risico van het uitnodigen van de heer Vreese. Maar om even een antwoord te geven op zijn vraag. Oh, kunnen we nog even de vraag herhalen? Nou, Ron, herhaal jij maar even. Nou, jullie zijn tegen het huidige stikstofbeleid. Maar als gevolg van dat stikstofbeleid worden er nu geen vergunningen afgegeven. En ligt de bouw bijvoorbeeld in Den Haag van duizenden woningen gewoon te wachten op een vergunning. Terwijl ook duizenden mensen op een woning zitten te wachten. Ja, nou ja, dan ga ik even terug naar het landelijke. Die stikstofwet, zou ik maar zeggen, die moet terug naar de tekentafel. Want zo kan bouwen, Nederland kan weer gaan bouwen. Er kan weer geïnvesteerd worden in de haven van Rotterdam. Hè, ook ter bate van de energietransitie. Onlangs heeft de directeur van de haven van Rotterdam ook gevraagd, geef ons wat meer stikstof, zodat we verder kunnen innoveren. En als je ook nog weet dat al 5 miljard euro is misgelopen, omdat investeerders bang zijn om in Nederland te gaan investeren, straks verdwijnt al die investeringen verdwijnen naar het buitenland. Dus het gaat niet alleen maar om stikstof, maar het gaat om het grotere plaatje wat we met z'n allen moeten gaan zien. Ja, maar dat is toch een beetje niet een duidelijk antwoord, vind ik eerlijk gezegd. Oké, okay, nou dan nee, doen we het nog een keer. De vraag is of je vindt dat het stikstofprobleem een probleem is, wat moet worden opgelost om ook het land weer van het slot te halen. Nou ja, ik hoop dat ik je vraag goed begrijp. Als we het hebben over stikstof, ik probeer het op die manier uit te leggen, dan hoop ik dat ik een antwoord geef. Kijk, dat stikstof van invloed is op natuur, dat staat buiten kijf. Maar we moeten wel even kijken, is elke natuur, en dat is wat we in onze stikstofplan, wat we samen met jaar 21 hebben opgesteld landelijk. Hoe zit onze natuur er echt voor? Kijk, ga eerst meten en weten. Welke natuur heeft zoveel stikstof nodig? Het zijn niet alleen maar de stikstofinvloeden, maar het gaat om een verzilting, het gaat om bodemdaling, het gaat om waterstanden. Er is veel meer dan alleen maar die stikstofhamer. Maar stel dat daaruit komt dat er wel degelijk drastische maatregelen nodig zijn rond de Natura 2000 gebieden die wij in onze regio hebben, dat daar de boerderijen, de boerenbedrijven met 70% moet verminderen. Het kabinet wil in 2030 landelijk 50% minder, maar bij natuurgebieden 70% minder. Stel dat daaruit komt, bent u dan ook bereid om dat te doen? Nou, je moet de wet en regelgeving volgen, je moet de wetenschap kunnen volgen, maar we weten ook dat niet alleen de boer stikstof uitstoot, maar ook de industrie, de NOx, is ook een belangrijke, zelfde invloed als ammoniak. En het blijkt ook nog dat ammoniak aan zichzelf binnen 500 meter valt van de boerderij. En niet, want ze kunnen niet bepalen welk stikstofdepositie waar vandaan komt. Ja. Meneer Stolk van het CDA, u bent de verantwoordelijke gedeputeerde. Hoe gaan we dit aanpakken? Nou, tot nog toe ben ik verantwoordelijk voor de landbouwportefeuille. Ja, nou ja, goed. Dus daar is de opgave is groot en ingewikkeld. Ik ben overigens wel blij dat ik de heer Veentje vanmorgen hoorde verklaren van de opgave die gewoon wettelijk verankerd is, staan we met z'n allen voor. Ja. Dus ook BBB zal daar iets mee moeten, zeg ik maar even in de volle breedte. Omdat we gewoon een wettelijke opgave hebben. Nou, wat je dus moet doen, naar mijn idee, en dat zijn we ook volop mee bezig, is allereerst het gesprek aangaan met de gebieden, met de regio's, met de boeren, om te kijken wat kan er. En dan hebben we dat mooie trits van wat inmiddels het trappetje van Remkes is gaan heten, om te kijken hoe ver je komt met bijvoorbeeld andere stalsystemen, met innovatie, met extensiveren, met verplaatsen en uiteindelijk die manier de stappen te zetten om de doelen te bereiken. Maar heeft u wel een valse start gemaakt rond de Nieuwkoopse plassen, hè, met de boeren? Jeanette Balieu, want u bent van landbouw, maar u bent van het stikstof inderdaad. Hoe staat de VVD erin?
Nou ja, vanuit Zuid-Holland hebben we altijd gezegd, we moeten inderdaad aan de wet houden. En er zijn uitspraken van de Raad van State. Dus je kan ook niet zomaar zeggen, we ontkennen het. Maar dat hoor ik BBB ook niet zeggen. Nee, maar ik hoor wel grote huivering om de boeren aan te pakken. Nee, dat hoor ik ook niet in die zin. Ik heb ook met Caroline in een debat gezeten bij Nieuwsport. En daar zei ze ook van, ja, innovatie en vrijwillige verplaatsing of iets dergelijks. Dat is volgens mij voor haar in ieder geval allemaal bespreekbaar. En dat gaan we horen of dat ook voor de BBB Zuid-Holland gaat gelden. En dan is het inderdaad zoals wij nu al bezig zijn. Laten we dat vooropstellen om juist in de gebieden te luisteren wat er nodig is. En om te kijken wat er dan ook nodig is om die natuur te herstellen. We gaan het horen. Dat is precies, denk ik, wat aangegeven wordt. Dat zijn de onderdelen van de gesprekken. En daar moeten we met elkaar kijken hoe iedereen staat. Belangrijk punt ook voor GroenLinks. Ik zag net al de vinger van Sinan Eskaya omhoog gaan. U wilt erop reageren? Oh nee hoor, ik kan me helemaal vinden in wat er gezegd is door ook de huidige coalitiepartij. Kijk, als we het niet eens zijn over de problemen, dan gaan we ook de problemen niet kunnen oplossen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is wat Ron net aangaf. En het erkennen van de problemen is stap nummer 1. Dus dat gesprek moeten we gewoon nog echt voeren. En ik denk dat het te vroeg is, nu al, om op basis van de voorlopige uitslagen hier een soort van opnieuw een debat, een verkiezingsdebat met elkaar te voeren. Nee, dat moeten we doen. We willen een coalitie vormen eigenlijk. Helemaal goed, voor het einde van de uitzending. Ja, en ik wil echt wel, ik wil ook de heer Stolk ook echt wel hier complimenteren. Want het CDA heeft het veel beter gedaan hier in Zuid-Holland dan gemiddeld in Nederland. En ik denk dat dat ook te danken is aan de inzet van dit college op het stikstofbeleid en de omgang met de boeren. Nieuwkoopse plassen zijn er misschien fouten gemaakt, die zijn erkend. Maar volgens mij zijn we op de goede weg. En vooral dat laatste moeten we volgens mij door blijven zetten. Dus hierbij ook de complimenten aan Volt en hierbij ook aan Volt en de Partij voor de Dieren. Laat ook weer zien dat natuur heel belangrijk is. Volgens mij zeggen de mensen in Zuid-Holland ook, wij willen de kostbare natuur beschermen en versterken. En dat is denk ik ook waarmee we aan de slag moeten gaan de komende periode. Even naar Carla van Viegen, want het feit blijft wel dat 1 juli er een plan moet liggen per provincie. Heeft u, als u het zo hoort, de vertrouwen in dat er komt? Nou ja, ze zullen in elk geval aan de slag moeten. En de Partij voor de Dieren zal erop blijven hameren, evenals GroenLinks zegt, dat we die natuur moeten versterken. Partij voor de Dieren zal ook altijd in deze samenstelling het donkergroene anker blijven. En we willen inzetten op systeemverandering in de landbouw. Dus meer boeren en minder vee. We zullen echt moeten extensiveren. En daar zullen we op blijven inzetten. En daar zullen we ook geen compromissen aan doen. Ja, u gaat dus niet wat dat betreft onderhandelen over, want kleine partijen worden volgens mij best belangrijk bij het vormen van een coalitie. Dan hoeven ze niet op stikstofgebied, denk ik, bij u aan te kloppen. Voor ons is het belangrijkste doel natuur herstellen. En daar zijn maatregelen voor nodig. En die zullen we, hoe dan ook, we kunnen ze nog steeds voor ons uitschuiven. Maar ik denk dat we steeds verder het ravijn induiken. Dus we moeten de problemen onder ogen zien, zoals al werd aangegeven. En die zullen we moeten oplossen. En daar zijn pijnpunten voor nodig om die te nemen. Ik wil toch eventjes kijken hoe de andere partijen over deze stikstofproblematiek denken. Bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma zag staan van de boer-burgerbeweging, het verplaatsen van Rotterdam de Heek Airport naar de Maasvlakte. Is dat te onderhandelen met andere partijen? Ja. Ik kijk even ook naar de andere partijen. Ja, die vraag was aan mij gericht. Ja, die was aan u gericht. Ja, ja, ja. Nou ja, ik denk dat je vooral een overleg moet doen met de burgers in de provincie. Is de wens dat er de airport Rotterdam wordt verplaatst naar de Tweede Maasvlakte? We hebben ook een kort onderzoek gedaan. Er is niet. De ene partij wil heel graag dat die verdwijnt. Binnen D66? De omgeving. Nee, ik heb het niet over D66, maar de inwoners. Er is ook een grote groep mensen in de omgeving Rotterdam die zegt, nou, laat het alsjeblieft, want we zijn er trots op. Dat is de grootste groep. Ja, 70%. Ja, dus we willen ook, want als je, we willen het niet weg hebben, maar wel een verplaatsen zou tot een mogelijkheid kunnen behoren, want dan maak je ruimte voor de woningbouw. Dat is in principe ons antwoord erin. Zijn er partijen die daar ook voor zijn richting de Maasvlakte? Volgens mij is de Maasvlakte al helemaal volgepland voor de industrie.
Dus dat is in ieder geval niet de meest logische locatie. Maar goed, ook daar, wij waren heel duidelijk als VVD dat we het vliegveld gewoon daar willen laten waar het is. Want die ruimte heb je niet nodig voor de woningbouw daar. Dat is een relatief kleine plot, zal ik maar zeggen. Maar dat je iets aan de hinder moet doen, nou ja, misschien is dat iets waar je elkaar dan weer kan vinden. Maar dat gaan we allemaal ontdekken. Misschien minder vliegen. Misschien minder vliegen. Ellen van Koelen van 50PLUS. Ja, en laten we wel wezen, als we het in op de Tweede Maasvlakte leggen, al die luchtvaart, die komt toch steeds over die stad heen. Dus dat schiet nog niet erg veel op in de ruimte die er is. En 50PLUS is er altijd heel duidelijk in geweest, in Rotterdam als wel in de provincie. Wij vinden dat de luchthaven moet blijven bestaan. Het hoort bij een stad als Rotterdam. Een haven heeft dat hartstikke hard nodig. Of het is voor ons niet nodig dat we de toeristenvluchten blijven houden. Het is niet nodig dat we groter worden. Het is niet nodig, misschien kunnen we wel krimpen. Dat moeten we eens goed gaan onderzoeken. Maar het is wel zo dat 50PLUS zegt van ja, om het nu te verplaatsen naar de Tweede Maasvlakte lijkt me een hele zware exercitie. Laat het liggen. En het grootste probleem is ook nog, laten we eerlijk zijn, als we het dus weghalen, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan we er dus inderdaad een woonwijk neerleggen. Nou, de mensen die het gebied kennen, je hebt er ook nog de Vlinderstrik. En voordat we het weten, is Delft aan Rotterdam vastgebouwd. Want dat is mijn probleem. Die open ruimte krijgen we er niet mee. Dus ik denk, laat de luchthaven maar netjes daar liggen. De PVV, hoe staat de PVV erin, Henk de Vree? Wij vinden dat 16hoven, want zo heet het oorspronkelijk. Gewoon maar blijven niet meer. Liggen, maar het nu Rotterdam de Hague Airport. Ik weet heeft het, Den Haag maar, veel voor betaald? Ja. Ik heb er zelf vlakbij gewoond. En ik ben echt gewend om nog steeds 16hoven te zeggen. En ik denk dat het nog steeds een duidelijke aanduiding is voor de meeste mensen. Ligt ook in de polder 16hoven, hè? Het ligt ook in de polder 16hoven, dus in zoverre is het ook niet zo'n rare naam. Maar wij zijn voorstander van, net als de VVD, het laten liggen van het vliegveld. Ja. Die mensen moeten ergens vandaan. En of het nou daar vandaan is, en wat Elf Koelen ook aangaf, 50PLUS, van als je het in de Tweede Maasvlakte op de Tweede Maasvlakte legt, dan moeten de mensen nog steeds over de stad heen vliegen. Ga je naar Eindhoven of naar een andere luchtvaartplaats, dan verhoog je daar het aantal reizigers. Ja. En dat is natuurlijk ook niet leuk. En dat moeten wij dan daar uit gaan leggen. Dat lijkt me geen goed plan. Ja, 21, een nieuwkomer in de Staten. Ja wij zijn ook voor het behoud van... Nieuwkomer. U zat er natuurlijk wel in als afscheiding als partij van, zijn we nu helemaal los en hebben onze eigen zetels veroverd. Daar zijn we blij mee. Dank aan de mensen die op ons gestemd hebben. En ook wij zijn voor het behoud van de Hague Rotterdam Airport. Ja. Het is een noodzaak voor de hele regio om die te behouden. En als je het gaat verleggen naar Amsterdam of naar Schiphol, dan los je er niks mee op. Alleen je krijgt een hele hoop, het vliegverkeer bedoel ik daarmee. Je krijgt een hele hoop onnodige extra belasting voor de inwoners en voor het bedrijfsleven. Een moderne haven heeft ook een modern vliegveld nodig. Lies van Aals van SP denkt daar anders over. Ja, is de woningnood gigantisch en is Rotterdam Airport een perfecte plek voor een mooi park met woningen en met werkmogelijkheden. Ja, maar mevrouw van Koelen zegt net dat we dan de boel helemaal gaan dichtbouwen en tegen Delft aan komen te zitten, omdat we niet willen. Ja, daarom zit mevrouw Verkoelen ook niet bij de SP, denk ik. Kijk, weet je wat het is? De omwonenden van Rotterdam Airport, die smeken ons om de overlast te stoppen. Die smeken ons om een rustige nacht, om in hun tuin te kunnen zitten. Er is inmiddels heel veel onafhankelijk onderzoek geweest naar hoeveel economische schade voor omwonenden de luchthaven oplevert. Terwijl op dit moment Schiphol een half uur daar vandaan is. En er heel veel meer mogelijkheden zijn voor de trein. En uiteindelijk help je dan ook wel met het stikstofslot. Als je dat stuk in ieder geval weg zou halen. Ja. U kaartte het al aan, de woningbouw. Dat is een enorme opgave. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar dat hangt natuurlijk heel erg samen met het stikstofprobleem. Want vergunningen die zijn een stuk moeilijker op dit moment. En er ligt nogal een opgave voor de provincie Zuid-Holland. Afgelopen dinsdag is er een akkoord getekend voor de bouw van bijna 235.000 woningen tot 2030. In de gehele provincie, zeg ik er gelijk even bij. Er moet dus ontzettend gebouwd gaan worden. Er liggen plannen zat. Alleen denk ik, met kinderen die misschien over hopelijk een paar jaar op zichzelf willen gaan wonen. Waar dan, hoe dan, wanneer gaat de eerste paal op de grond in? Leuk inkijkje. Laten we even toch ook naar BBB gaan, want de sleutel ligt ook bij stikstof. Wanneer gaat er daadwerkelijk nou eens een versnelling komen in de bouw hier? Nou ja, goed, er wordt heel veel vergunningen worden niet verleend. Waar we vooral voor gaan is in de inbreiding in de steden.
ook wel in de hoogten in, zodat we... zodat we bij Ellen de doperwten kunnen zien op het bordje. Ik bedoel, ik maak hem even voor jou, Ellen. En daar moet wel ook, dat levert voor de projectontwikkelaars natuurlijk wel minder geld op. Dus daar moet je wel geld voor beschikbaar stellen. Nou, ik denk dat die 25 miljard voor stikstofbudget we daar heel goed voor in kunnen zetten. Om die bouw los te trekken, dat we ook wat meer sociale huurwoningen kunnen bouwen. En dan kunnen we gaan bouwen, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar de vraag is natuurlijk hoe, hè? Want bijvoorbeeld Maxime Verhagen is hier zomaar naar binnen gewandeld van de week. En die zei, we moeten ook durven door de rode contouren heen te breken. Hoe denken de verschillende partijen daarover? Of is dat heilig? Want de provincie staat bekend omdat we dat niet moeten doen. Nou, als we extensiveren, dus minder vee, dan komt er heel veel grond vrij. Daar kunnen we voor een groot deel natuur van maken. En voor een klein deel kunnen we daar heel veel woningen bouwen aan de randen van de steden. Dus ik denk dat we heel veel problemen tegelijk oplossen. Maar de suggestie die in de vraag zit, is dat er nu nog te weinig plekken zijn voor al die woningen. En dat is niet waar. We hebben voor 250.000 woningen al plekken die er al gewoon zijn. Dus we hoeven dat nu niet te doen. Je kunt nog steeds denken, ja, misschien wil ik het wel, hè? Zoals met Rotterdam Deek Airport. Misschien vind ik dat eigenlijk veel leuker als dat een woonwijk wordt. En dan kun je nog wat meer woningen maken. Maar de vraag waar jullie mee begonnen in de richting van BBB, tenminste, ik vond die wel scherp. Ja, maar we hebben niet alleen locaties nodig, want die zijn er. Maar we hebben ook stikstofruimte nodig. En stikstofruimte kun je alleen maar maken bij al die actoren waar stikstof vandaan komt. En dat is inderdaad niet alleen de veeteelt, dat zijn ook... auto's bijvoorbeeld, of industrie. Maar zonder dat soort stikstofruimte gaan we de bouw niet versnellen. En je hebt niet alleen zelf kinderen thuis wonen... waarvan je hoopt dat die op een gegeven moment die stap maken. Dat hebben heel veel mensen. Ja, ik weet het. Ron, je hebt het allemaal aangehoord. Ja. Ik had niet de illusie dat we hier uit zouden komen wat de partijen betreft. 4 jaar geleden duurde het formeren maar liefst 6 maanden in Zuid-Holland. Ja. De langste periode was dat van alle provincies bij elkaar. Als je dit hoort, wat verwacht jij? Ja, wat denk je zelf? Nee. Ja, ik denk dat ze nog wel even bezig zijn. Ja, ik denk ook dat ze nog wel even bezig zijn. Kijk, Rotterdam de Heek Airport, daar komen ze volgens mij wel uit. Ja. Dat is een onderwerp waar je best wel compromissen kan sluiten. Een beetje minder vliegen, een beetje minder privé vliegen, dat soort dingen. Daar kan je snel uitkomen. Ik denk dat ze niet gaan besluiten dat dat gesloten moet worden. Want wat ik al zei, rechts heeft hier een stevige stem in Zuid-Holland gekregen. Dus die willen niet dat dat vliegveld dicht gaat. Dus dat zal ook niet gebeuren. Stikstof blijft een groot punt, maar ik hoor de heer van de BBB-fractie nu ook al aangeven dat hij wel bereid is om binnen de wettelijke kaders te blijven opereren. En hij is ook geen stikstofontkenner volgens mij, dus ook, hij erkent ook volgens mij dat boeren daar voor een deel verantwoordelijk voor zijn. Dan ben je al een heel eind volgens mij. Alleen ja, dan zijn er best wel wat politieke verschillen tussen bijvoorbeeld D66 en BBB die het heel moeilijk maken. Om een coalitie te vormen. De twee linkse partijen die elkaar vasthouden, kan ook een obstakel worden waardoor het lastig wordt. Het uitsluiten van de PVV kan ook een obstakel worden. Kortom, het is allemaal nog niet helemaal te voorspellen. Maar ik denk dus dat dat stikstofverhaal, wat ik net al zei, omdat er een padstelling dreigt, in de provincies best wel eens opgelost zou kunnen worden door een noodgedwongen partijen die met elkaar om tafel moeten. En dan nog allebei, ja, ze houden er niet van. Ik ook, hou ook niet van water bij de wijn. Maar in de politiek zou ik zeggen... Is het niet anders. Nou, meneer Veentje, gaat er water bij de wijn? Gaat er water bij de wijn? Nee, er gaat geen water bij de wijn. Wanneer gaan de onderhandelingen beginnen? Die heb ik gisteren al gedaan met Jeannette. Okay. Eerste item hebben we al in beeld gebracht. Prima. Welkom. We willen de vleeskroketten terug in de provincie. Ja, dat was waar. Er waren gisteren alleen maar vegetarische kroketten. Dat is belangrijk, hè, dat de sfeer onderling goed is. Ja, absoluut. Dat zegt wel alles. U moet nu in ieder geval wel het voortouw volgens mij gaan nemen. Gaat u vanmiddag al de eerste partijen uitnodigen voor een oriënterend gesprek? Nee, ik denk dat de partijen vanzelf een uitnodiging krijgen. Oké, afwachten dus. Ja. Daar begonnen jullie mee de vraag. Wij zien echt wel grote problemen die we met spoed moeten oplossen. En als we ervoor kunnen zorgen door het initiatief wel naar ons toe te trekken, dat we dat versnellen, en dan kijk ik ook Anne aan, die afweging zullen we ook echt wel maken de komende weken. Nu gaan we echt afronden, want de kiezer heeft gesproken. Het is aan jullie allemaal. Ik wens jullie heel veel wijsheid toe. Wij, Rijnmond en West, gaan daar natuurlijk alle aandacht aan besteden. Dank aan alle gasten voor jullie komst.
Ja, het politieke spel kan dus gaan beginnen, de onderhandelingen. En we gaan die uitgebreid volgen. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. APPLAUS